De 11-jarige Sander Snooi uit Franeker kwam met een bijzondere bodemvondst bij Museum Martena. Hij had in de tuin van zijn vader aan het Vliet een stuk steen gevonden met daarop een fragment van een afbeelding van een leeuw. Het blijkt te gaan om waarschijnlijk een 16e eeuws fragment van een haardtegel. Deze tegels werden als achtervlak in de open haard gebruikt. Sander is geïnteresseerd in geschiedenis en graaft volgens eigen zeggen de tuin van zijn vader helemaal overhoop. Het is een haardsteen. Die moest achter de haard vastgemaakt worden. Mm-hmm. En ik heb hem achter in de tuin gevonden. Waarschijnlijk omdat er heel veel huisjes waren. Die zijn nu weg. En toen mijn vader en ik aan het graven waren bij ons nieuwe schuurtje, lagen daar allemaal bakstenen. En waar wat op zat, hebben we allemaal weg in een bakje hebben we dat gedaan. Ja. En later zit ik bij het raam en ik zie deze steen. Dan neem ik hem mee naar binnen en ga ik het een beetje onderzoeken. Ja, hij was waarschijnlijk helemaal smerig, denk ik. Hè? Nou, hij zat een beetje onder de modder. En, ja. Maar als je hem schoonmaakt, zie je er niks meer van. Nee. Maar wat vind je dan nog meer? Wat, scherven, potstukken? Ja, dat vooral. En ook pijpjes, van die kalken pijpjes. En botten soms. Dat is wel spannend, hè? Soms wel, ja. Niet altijd. Nee, maar dit was wel echt spannend, hè? Ja, nou, ik had niet echt het idee wat het was. Nee. En wat heb je toen gedaan? Ik heb het gewoon eerst even onderzocht en later zei mijn vader dat ze hier wel wat meer wisten. Manon, een haardstuk, wat moet ik me daarbij voorstellen? We staan hier voor zo'n haard, hè? Ja, ik kan het eigenlijk wel een beetje uitleggen aan de hand van de haard hier. Het is een, mag ik hem even pakken, Sander? Het is dus een fragment van een tegel. En zoals je hier in de haard ziet, daar zitten ook allemaal tegels in. Nou, zo zal deze tegel ook deel uitgemaakt hebben van een grotere groep tegels. En waarschijnlijk is het een onderdeel geweest van een soort tablootje. Dus hebben er meerdere afbeeldingen opgestaan. En wat er hier nu overgebleven is een hele mooie en sierlijke afbeelding van een leeuw, een gekroonde leeuw. Maar tegels, daar stel ik me altijd iets plats bij voor, maar dit is heel mooi in relief gemaakt. Ja, deze tegel is inderdaad in relief. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Zo werden die tegels ook gebruikt. En ik heb het aan een deskundige gevraagd. En hij meende aan de stijl van de afbeelding te kunnen zien dat het een 16e eeuwse tegel is. Dus hij is hartstikke oud. Ja. Sander wordt waarschijnlijk ooit jouw opvolger. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja, ik wel in. Ja. Zie jij dat ook zitten om directeur, conservator van zo'n museum te worden? Ik weet niet, ik moet nog nadenken. Oké, dan doen we dat nog even.